Niet-essentiële winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Deze bestel- en afhaalregeling houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en later ophalen in de winkel. Het kabinet stelt wel een aantal strikte voorwaarden aan de regeling. Zo mogen klanten de producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet bovendien minimaal 4 uur zitten om funshoppen te voorkomen. Aldus Rutte. Een politieman van de eenheid Den Haag is maandagmiddag omgekomen bij een ongeluk op de N9 bij Bergen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het gaat om een 30-jarige man uit Maassluis. Zijn vrouw van 35, die ook bij de Haagse politie werkt, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De auto van het tweetal botste maandag op een vrachtwagen. Mogelijk kreeg de truck een klapband waarna die op de andere weghelft terecht kwam, maar daar doen specialisten van de verkeerspolitie nog onderzoek naar.